Goedendag. Ik start ook vandaag weer met een mooi herfstachtig plaatje. Nevel in de verte, mooie kleuren in de bomen. Maar vandaag hebben we die zon nauwelijks gezien. Pas in de loop van de dag kwam deze vanuit het noordwesten steeds meer tevoorschijn. Maar het zuidoosten van het land, ja, daar overheerst het toch wel de bewolking. En daar waren zonnestralen absoluut niet aanwezig. In de loop van de nacht naar woensdag dan neemt de bewolking steeds verder af. We komen er opklaringen en daardoor zou in windstille condities die temperatuur wel eens flink onderuit kunnen gaan... Regionaal verwachten we dan ook vorst en mogelijk dat we morgenochtend dus weer meer van dit soort plaatjes gaan binnenkrijgen met rijp op de plantjes. Welke temperaturen kunnen we dan verwachten? Vanmiddag nog vrij zacht met temperaturen tussen 8 en 10 graden, maar die opklaringen zodra die erin komen vanavond en vannacht koelt het snel af. Vannacht komt het met name in het oosten, op grote schaal toch wel tot vorst. Mogelijk ook wel de eerste officiële vorst op het hoofdstation de Beeld in het midden van Nederland. Morgen overdag zien we dan ook dat het lang erg fris blijft hoor, met name in het oosten een graad of 3, 4 als maximum. En dat is ook mogelijk doordat er ook dus mist gaat ontstaan in de loop van vanavond en vannacht. En onder die mist, ja, daar kan natuurlijk overdag, dan kijken we even naar 10 uur s ochtends, dan zijn die mistbanken nog steeds wel aanwezig her en der, kan die temperatuur nauwelijks verder stijgen. Die mist gaat waarschijnlijk in de loop van de dag wel over in lage bewolking, maar nog steeds kan de temperatuur dan niet verder omhoog gaan. Zoomen we dan even wat uit, dan zien we dat we dit mistige weer ook te danken hebben aan een uitlopen van een hoge drukgebied, waar we op dit moment nog mee te maken hebben. Maar we zien ook dat die stroming toch wel gaat veranderen. Een hoge drukgebied dat gaat zich opbouwen op de Atlantische Oceaan, vormt eigenlijk een blokkade. En aan de oostelijke zijde daarvan daar komt een noordstroming op gang, waardoor toch ook wel iets koelere lucht Nederland kan gaan bereiken. Dat betekent dat we misschien ook wel een aantal buien gaan krijgen met een winters karakter, wat korrelhagel en in de hogere delen van de Benelux zoals in de Ardennen, daar zou wel eens de eerste sneeuw kunnen gaan vallen. Kijken we dan nog iets verder, dit is voor volgende week dinsdag, dan zien we een Scandinavisch hoogdrukgebied. en dat staat eigenlijk altijd wel garant voor wat kouder weer. Het is nog ver weg, maar misschien toch wat eerste winterse briekelen in de loop van volgende week. Voor het zover is, gaan we eerst even kijken naar de wat kortere termijn. Komende nacht dus die nachtvorst in het oosten van het land. Daarbij dus wel ook die kans op mist. Direct aan de kust daar is het waarschijnlijk wel ietsje zachter. Maar daar komen we toch ook op verschillende plaatsen wel in de buurt van het vriespunt. En er staat daarbij slechts weinig wind het variabele richting. Morgen, een vrij kille dag. Verkiezingsdag natuurlijk, dus trek vooral ook wel een dikke jas aan als je erop uitgaat om te stemmen. In het oosten maximaal rond een graad of 4, in het westen wel iets zachter met daar een graad of 8. En de wind is overwegend matig uit zuidwestelijke richting. Donderdag, dan bereikt veel zachtere lucht ons land, bijna wel drie keer zo warm dus als de woensdag, met maximaal rond een graad of 13. De kans op regen neemt daarbij in de loop van de dag wel weer toe. Grote hoeveelheden hoeven we niet te verwachten, maar het is toch misschien wel weer verstandig om je paraplu mee te nemen. En de wind, ja, die waait wel stevig door uit westelijke richting, wordt uiteindelijk zelfs vrij krachtig tot krachtig. En dan kan het dus toch wel erg herfstachtig gaan aanvoelen. De dagen daarna gaat die stroming dus draaien richting het noordwesten en komt koelere lucht richting ons land. Maxima, die komen echt niet meer boven de 10 graden uit hoor. In het weekend zo rond een graad of 7. En let ook even op de nachten, dan gaan we weer in de buurt komen van het vriespunt. En zou het zomaar weer kunnen dat jij je autoruiten weer regelmatig moet gaan krabben. Tot de volgende keer.